Nee. Nee. Nee, niet echt. Nee. Slecht. Want ik denk als je gaat bezuinigen in de zorg, dat je op de lange termijn juist alleen maar meer kosten kwijt bent. Omdat wanneer er bezuinigd wordt, het gevolg is dat mensen juist alleen maar weer meer verzorging en dergelijke nodig hebben. Dus op de lange termijn ben je denk ik alleen maar meer kosten kwijt. Ja, deels nodig. Ja, maar dan zou ik zeggen bovenaf eraf halen. Ja. En niet op de werkvloer. De werkvloer moet zo keihard werken. En dan wordt er van boven worden, dus krijgen ze vet veel geld mee als ze een keertje weggestuurd worden. Of gewoon weg zelf gaan. En denk ik, ik ga wel ergens anders proberen weer. En dan denk ik, dat geld had ik al lang makkelijk kunnen gebruiken voor de cliënten zelf. Ja. Dramatisch en vooral ingrijpend. Ja, best wel goed. Ja, op zich wel, goed, je moet het geld er ergens vandaan halen. Ja. En liever daar vandaan, dat ze inderdaad gewoon in plaats van dat ze het Koningshuis gaan verbieden of zo. Ja, er is geen andere keuze. We hebben net ook al aangegeven, bezuinigingen zoals het nu gaat. Er is minder geld, dus dan betekent dat bepaalde zaken gewoon geschrapt worden. En that's it. Dat is niet de goede manier om naar te kijken, maar er moet wel een andere visie op hoe wordt de gezondheidszorg in Nederland betaald ontwikkeld worden. Er is geen andere keuze. Want ik kan maandelijks al niet rondkomen, dus wanneer ik nog meer kosten ga krijgen, dan wordt het moeilijk. Ik weet niet, als het niet anders kan, kan het niet. Het betaalt nu al erg veel. Ik zou het natuurlijk niet willen, maar als het niet anders kan, ja, dat kan het natuurlijk niet anders. Ja, daar kan ik geen verzekering mee betalen. Denk ik. Ik bedoel, dan moet je dan gewoon nog harder werken. Maar ja, dan moet je werk boven je studie zetten. Maar dan gaat je studie er weer op achteruit. Dan ben je nog langer bezig. En ja, nou tegenwoordig met dat geld wat je moet betalen als je lang studeerder bent of zo, komt er dan ook weer bij. Dus het wordt alsmaar duurder en duurder. Dan heb ik een probleem, denk ik. Want dan kom ik mijn maand niet meer rond. Dan zou ik geen HBO meer studeren. Zou ik wel een makkelijkere studie doen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er bepaalde stukken van het werkveld, dat het daar niet heel erg wordt, maar ik denk dat er ook plekken zijn waar het moeilijker wordt om een baan te vinden. Ik denk het wel. Tenminste, als je ook al hoort dat diëtisten uit het pakket zijn gehaald, dat iedereen zelfstandig, dat iedereen moet betalen gewoon, dat het niet meer verzekerd wordt. Ik denk toch wel dat de kans kleiner is op een baan in de toekomst in de zorg. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik hoop het niet voor jullie. Ik denk dat het misschien tijdelijk zo is, omdat die bezuinigingen tijdelijk nu kunnen leiden tot minder banen in de zorg. Maar eigenlijk is dat niet zo, want er is geen enkel probleem om een baan te vinden in de zorg. En de komende jaren, dat laat ook alle ontwikkelingen zien, zullen er alleen maar meer mensen een beroep doen op de zorg. Dat heeft dan niet zoveel met die bezuiniging te maken, maar vooral omdat er veel meer oudere mensen komen die meer zorg nodig hebben en langer zorg nodig hebben. Dus het aantal banen in de zorg zal eerder groter worden. Als we tussen nu en 2020 kijken, dan afnemen omdat er nu bezuinigd wordt. Dus ik weet niet precies, ik weet niet of studenten zich, hoe ver de horizon rijdt van studenten. En dus als je op de heel korte termijn, je hoort, leest nu in de krant en je denkt, bezuiniging, er zal wel geen werk. En je laat je daardoor beïnvloeden, dan kan het natuurlijk zijn dat er minder studenten komen die sociale studies gaan doen.